Onder luid applaus werd Lonneke Sloetjes onthaald door jonge volleybalsters, de burgemeester en de wethouder sport. Voor de Lichtenvoortse een grote verrassing. Toen ik hier kwam had ik niet verwacht dat er en zoveel mensen zouden zijn en zoveel bekenden waarvan ik niet wist dat ze zouden komen en dat het zo'n officiële aangelegenheid zou zijn. Dus het is wel echt, ik voelde echt in een warm bad thuiskomen. En dat mocht ook wel, want Sloetjes werd met het Nederlands team vierde op het WK. Dat had Nederland nog nooit gepresteerd. En dan slaat in ons land de volleybalkoorts toe. Enorm veel reacties gehad via WhatsApp, via Instagram en Twitter. Op een gegeven moment heb ik dat niet meer gekeken, omdat ik gewoon zoveel ladingen, berichten kreeg. En dat leidde me een beetje af. Dus mijn social media heb ik even aan de kant gezet in het toernooi. Ik heb ook de statistieken gezien, de meeste aces van het toernooi geslagen. Ik was natuurlijk liever met een medaille naar huis gegaan dan dat ik een goed toernooi had gespeeld. Maar ja, ik heb gedaan wat ik kan. Geen medaille, maar toch een huldiging. Dat klinkt een beetje gek. Wat dat betreft is dit natuurlijk ook wel een beetje veel van het goede. Je ziet de frustratie nog op haar eigen gezicht. Maar we vinden het zo'n geweldige prestatie. Ze hebben het zo ver geschopt. Het is echt een huldiging waard, hebben we gezegd. Best wel een groot verschil, hè? WK en Japan op de Achterhoek. Dat is inderdaad wel een groot verschil. Maar het maakt ook dat het echt heerlijk thuiskomen is. Want dit is gewoon ja, waar ik gewoon even tot mezelf kan komen. En me even tot rust kan komen. En ja, dit is ook wel een heel leuk tussendoortje eigenlijk. De volgende keer moet het tussendoortje alleen wat anders ingevuld zijn. De volgende keer medaille.